De Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks. En door Nivea Men Deep en Rockstar Energy Drink. Verspreid door dit futuristische bankgebouw bevinden zich vier kluizen, waarvan er één is gevuld met 50 loodzware goudstaven. Ook wordt ergens de zeer waardevolle cryptocoin opgeslagen. Transfer completed. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. De camera bij kluis rood is uit! Let's go, let's go, let's go! Rico, blijf staan, jongen! Het alarm gaat af! Ze komen, daar blijven! Nu! Dit is De Kluis. In het diepste geheim maakt een team van overvallers zich klaar voor de kraak van hun leven. Oké, boys. Eén ding moeten jullie weten van de guys van Stuk. Yeah. Het zijn bitches. Ze hebben geen ballen. Mijn naam is Rico Verhoeven en ik ben wereldkampioen kickboksen. Ik ben natuurlijk bekend met de mannen van Stuk. Ze willen mij een keer verslaan, maar het is tot nu toe nog niet gelukt. De missie van de overvallers is simpel. In het bankgebouw staan vier kluizen. Die worden bewaakt door Giel, Thomas en Stefan. In één van de vier kluizen liggen 50 loodzware goudstaven. De overvallers hebben 2 uur de tijd om een zo groot mogelijke buit van minimaal 25 goudstaven veilig te stellen. Een nieuw gebouw. Laten we gelijk gaan rondlopen, want we hebben heel veel te ontdekken, denk ik. Ja, dan geef ik door waar welke camera's staan. Ja, is goed. De bank is volledig beveiligd met bewakingscamera's waarmee Team Stuk alles nauwlettend in de gaten kan houden. Ja, ik zie jullie bij de witte kluis over. Slim als ze zijn, hebben de overvallers de bewakingsbeelden van de bank afgetapt. We hebben hier de tablet. Hier kunnen we alle camerabeelden opzien. Ook hebben de overvallers de cijfercode voor de kluis gehackt. Deze code werkt op alle vier de kluizen. Echter, niemand weet in welke kluis het goud ligt. Maar bij de geheime kaart, een goed verstopte locatie in de bank, kunnen de overvallers dit ontdekken door de gehackte cijfercode daarin te voeren. Dat is de code, die moet je even onthouden. Ja, ik neem die wel mee, ik stop hem wel in mijn zak. Mag ik even zien, even onthouden, just in case? 1937. Code voor de kluis, 1937. En het wordt dit seizoen nog spannender, want jij maakt ook kans om de Blocks kluis te kraken. En zo de hoofdprijs van 25.000 euro in bitcoin te winnen. Ik denk dat wij een andere benadering moeten pakken dan wat mensen zouden verwachten. En ik denk dat we er heel agressief in moeten gaan staan. maar wel tactisch agressief. Tactisch, ja. Oké. Okay. Ik ben Joseph Libanski. Ik ben een Nederlandse kunstenaar. En ik denk dat je mij misschien kent van hele grote beelden die ik maak. Ik denk dat het goed is om een porto te pakken. Op het terrein bevindt zich de porto-ruimte. Via de porto kunnen de overvallers Team Stuk afluisteren. En hun onderlinge communicatie saboteren. Jij bent snel. Ja. Ja, dus ik denk dat jij die porto moet pakken. Dus neem jij dan die gun mee. Ja. En dan gaan Joe en ik... Gaan dat tweede wapen pakken. Ja. Dit is één enge kelder. Naar u. Ja, nee, steenpapier schaar. Naar u. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Yes, naar u. Dank u. Team Stuk heeft ieder een eigen wapen. De overvallers delen vanaf de start samen één wapen. In de wapenkamer kunnen zij een tweede wapen bemachtigen. Oh, hier ligt sowieso Hier ligt het wapen. Ja, zie je wel. Ja. Oké, dit moeten we wel even doorgeven. Thomas, we hebben dus het wapen gevonden, maar hier is geen beeld op. Dit zit echt helemaal ver weg gestopt in een kelder. Oké, dus dat is best lastig om daar te komen. Luister, op het moment dat we dadelijk weten waar het goud zit, gaan we de ene kluis af laten gaan om de andere in te breken. Gaan we ze ambushen. Bro, maar we zijn sowieso mee eens dat we iemand gaan gijzelen vandaag. 100%! Mijn naam is Timur Steffens, ik ben een creative director, choreograaf en jullie kennen me misschien als danser. Maar vandaag ga ik proberen deze heist te creative directen. Er is één moment dat we twee guns hebben. En dan gaan we. Dan laten we hem afgaan. Pak jij hem van achter. Ja. Juist. Dan schieten we hem. Is hij 10 minuten eruit? Juist. Oké? Okay? Dan gaan we pas goud pakken. Oké, guys, luister. We moeten niet vergeten even de USB-sticks te pakken. We moeten die crypto pakken, ja? Omdat de goudstaven met 2 kilo per stuk een behoorlijk gewicht hebben, kunnen de overvallers ook de digitale cryptocoin proberen te bemachtigen. Dit is dus iets nieuws. Wow, yo. De cryptokamer. Cryptokamer. Ja. Wat gaaf, hè? En want de diamant is niet meer van deze tijd. Nee, dat klopt. Nee, crypto's. Ja. Dan, hè, de overvallers komen in deze kamer, die hebben een USB in hun handen. Ja. Ja? Die stoppen ze hierin en dan worden er digitaal 15 goudstaven hierop gezet. Ja, dus die cryptocoin is een interessante toevoeging om de waarde van de totale buit te vergroten. Transfer completed. De overvallers buigen zich over de laatste details van hun plan. Laten we ook nog wat dingetje pakken om de camera's te knippen eventueel. Nou, ik denk dat deze tangetjes het beste zijn. Iedereen gewoon een tangetje. En luister, we gijzelen hem. Pak eens de pinky.
Vraag van die boys, wil je hem terug of niet? Ja, en dan sturen we een pinkie op. Dan sturen we de pinkie op. Gewoon kartel. Breng hem naar binnen. Let's go! De overvallers zijn er klaar voor. Maar hoe zit het bij Team Stuk? Steve, wil je wat te drinken? Lekker. Die achter is uit koud, toch? Ja. Alsjeblieft. Oh, deze zijn echt lekker koud. Wat ben jij voor pannenkoek dan? Oké. En weer door, boys. Jullie weten namelijk niet wanneer de overvallers zullen toeslaan. Kijk dit terrein. Oh, nee. Oh, wat erg. Wat zo groot. Het is ook wel echt midden in de stad, hè? Ja, dat is vet. Hey, ik moet je wel even iets vertellen. Wat? Hey, weet je waar we zijn? Ja, we zijn in Brabant. Hey. Ja, lekker. Eindhoven. Na 10 jaar Stuk TV, eindelijk een productie in Brabant. Heerlijk. It's about that time. Let's get it. Yo, maar voordat we gaan, stopwatches zinken. Ja, dat zinkt. Let's get it. 3, 2, 1. Boom, time here. Let's go. Oké, boys, ik denk dat ik ga rijden. Ik heb de meeste boetes. Ik ben waarschijnlijk het snelst. Dit zijn allemaal jongens die echt van actie houden. Rico is natuurlijk een vechter. Timon een danser. Maar die jongens zijn altijd in de gym. Die hebben abs tot aan hun nek. Als wij zo meteen aankomen, ja, dan zijn we buiten het speelveld. Ja, ze zien ons daar ook niet. We staan niet op beurt. Ja, maar verlaten we vanaf daar het busje? Of gaan we vanaf daar nog... Ik denk dat we het busje even moeten parkeren daar. Ja. En niet het terrein op moeten rijden. Dan zijn we echt zo, E-team, we komen eraan jongens, hallo. Ja. Weet je, dat is gewoon niet tactisch, denk ik. Hij heeft nu al de verkeerde route. Nee. Bro, rustig aan, hè, want ik knip je pinkie eraf, hè. Ik pak die tang. Kijk, hier heb je dus nog een ingang. Nee joh. Thomas, jij moet even gaan bepalen wat de hoofdingang is. Want ik heb geen idee wat de zijingang is en hoe we dat gaan noemen. Ik vind dit de hoofdingang. Ja, dat is de hoofdingang. Daar, dit is de zijingang. Ja, dit is de hoofdingang aan de straatkant. Ja, wat is dit nou weer, Thomas? Dit is de hoofdingang aan de zijkant. Thomas, laten we dit de zijingang noemen, oké? Nee, dat is de hoofdingang aan de straatkant. Als we nou gewoon afspreken dat we het zijkant noemen. Zijkant straat, wat zei ik nou? Zijkant ingang. Zijkant ingang. Zijkant weg. Denk je dat we gaan winnen dit seizoen? Denk het niet. Jawel. Let's get it. Daar begint het binnen die hekken. Maar we moeten eigenlijk helemaal omlopen, hè? Ja. Want we willen echt binnenkomen vanaf die kant. De overvallers betreden het terrein van de bank. Na een korte inspectie nemen ze een tactische positie in voor de uitvoering van hun plan. Vanaf deze plek hebben ze snel toegang tot de porto en het wapen. Thomas houdt de camera's nauwlettend in de gaten, wachtend op een eerste signaal van de overvallers. Dus we beginnen en we moeten eerst uitzien te vinden waar precies we in beeld zijn en waar niet. Wat kan je zien? Als we nu van links komen, zijn we fuck. Kijk, wij komen nu zo oversteken. Ja, dus hier zien ze ons niet. Ik zie wel wat beweging aan de voorkant, jongens. Over. Hey, Thomas zegt dat hij beweging ziet. Beweging? Nee, joh. Ja, maar je ziet ons al staan. Je ziet ons al staan, boy. Maak je een grap of zo. Dan kijk je op die tablet en dan zie je van... Oké, we zijn wel in beeld. We hadden eigenlijk verwacht dat we op dat punt nog niet in beeld stonden. Er is toch geen beweging? Jawel. Nee. Jawel. Waar dan? Ik zag ze hier zo. Dus ik wil dat jullie even buiten gaan kijken. Oké. Ja, ik neem Toe wel mee. Ja, ik ga opletten. Even een wissel. Dit pand is heel ingewikkeld. Ja, boys. Ik zou het maar serieus nemen. De overvallers zitten namelijk niet stil en beginnen met de uitvoering van hun plan. Wat we gaan doen is, we moeten die portofoon hebben en we moeten die tweede gun hebben. En we moeten zoveel mogelijk draden doorknippen om iedereen te verwarren. De overvallers kunnen een aantal bewakingscamera's los van elkaar saboteren. Zodra ze de rode kabel doorknippen, wordt de verbinding van de camera verbroken. Boys, ik sta voor de camera in de bosjes. Rico, welke camera ga jij uitschakelen? Allebei. Je bent nog helemaal oké, ik zie niks, over. Ik ben aan het kijken of er niemand is. Even kijken. Ik ga de camera uitschakelen, nu. Holy shit. Jongens, er vallen twee camera's uit. Er vallen twee camera's uit? Twee camera's uit bij de zijingang. Zijingang. Camera's uitgeschakeld. Let's go. Jongens, ze zijn er al. Ja, ik zie daar iemand rennen. Ja, ze komen. Ja, daar. Blijf staan. Fuck. En wegblijven. God non die. Shit, dit is geen lekker begin. Dit is heel irritant. We hebben nu al het zicht op de voorkant kwijt. Twee belangrijkste camera's die zijn gewoon meteen weg.
Terwijl Giel en Thomas verslagen staan toe te kijken, komen de overvallers makkelijk weg. En buiten het terrein zijn ze veilig. Joseph, ben je safe? Ja, ik ben oké. Dat ging lekker. De eerste stap is genomen. Het gaat goed tot zover. Steven van Giel en Thomas, ik zie jullie nu buiten, over. Giel voor Stefan, dat is correct. We zijn heel even aan het kijken of de porteur er nog is. En maar je hoort er een porto te hangen? Ja, de porto ligt aan de binnenkant. Ah. Oh, jongen. Porto, check. Check. Wij moeten nog steeds voor die gang gaan. Welke kant lopen zij op? Over. Zij lopen nu bij die porto. Met z'n tweeën. Waar gaan we nu? Rico, rustig. Rustig. We zien. Tien en ik gaan voor de gun. Ik zeg je eerlijk, ik vind het niet tactisch. Dus ik hou het wel even in de gaten. We zien. De overvallers zijn begonnen met één wapen. Rico gaat volgens plan naar de wapenkamer om het extra wapen te pakken. En team Stuk, die hebben helemaal niets in de gaten. Guys, ik heb de gun over. Je bent de fucking baas. Ja, ik wil dus die portefeuille pakken, want ik wil horen wat die gasten van Stuk zeggen. Dat is superbelangrijk. Giel en Thomas lopen terug richting de bank. Joseph ziet daardoor een kans om naar de portoruimte te gaan. Rico heeft het wapen te pakken en komt op weg naar boven langs de tablet. Deze tablet wordt beveiligd met een rekensom. Als de overvallers deze som goed beantwoorden, belanden de bewakingscamera's van Team Stuk in een loop. Bij een fout antwoord gaan alle camera's 10 minuten op zwart. Ik loop nu bij die rode loper naar beneden, richting die porto. Ik wacht hier buiten, ik ben heel dicht bij de tablet. Is het veilig, over? Ik zie nu die gasten naar binnen lopen het gebouw in. Giel voor Stefan, het oogt weer rustig. We hebben alleen geen zicht meer natuurlijk op de ingang zijkant. Ik ga nu. Komt de vraag, jongens. Scherp zijn voor de vraag. Dus ik sta bij de tablet. Ik kijk naar de som. 400 min 2 keer 80 is... Mijn wiskunde is oké. Alleen op het moment dat ik ineens onder druk stond, was ik helemaal de weg kwijt. Bezig, rekenen. Hey, zit iemand bij de tablet? Moet ik weer wegrennen? Blijf staan! Hij zit op het rennen! Ze hebben me gezien. Maar ik weet wel de vraag. Giel voor Stefan, er is iemand bij de tablet. Wie was het, over? Hij is weg, ik weet het niet. Hey, ik zie Rico lopen, ouwe. Wie is het? Rico Verhoeven. Ja, lul. Ik dacht al, deze gast is zo groot. Ach, wie? Fucking porto. Steven van Giel en Thomas, ze staan bij de porto, over. Porto. We moeten naar de porto. Ik denk dat hij hierin ligt. Jongens, er rent iemand nu van de porto weg! Ja, we gaan! Ik ga links! Ja, ik ga deze kant op! Ik ga links, Tau! Daarnaast ren ik gelijk door, knip die kabel door. Hey! Stefan van Giel en Thomas, er valt nu een derde camera uit! Jongens, dit gaat niet goed! Er valt een derde camera uit, dat is de camera bij de porto! Er is iemand in de buurt van de porto, over! Ja, ze hebben een porto en een tablet! Rico en Joseph sprinten het terrein af. Omdat Team Stuk alleen maar oog heeft voor Joseph bij de porto, hebben ze niet in de gaten dat Timor zich bij de rode kluis heeft verstopt. Oké, kom. Steven van Giel, Thomas, de kabel bij kluis rood is uit! Doordat Timor de kabel van de rode kluis heeft doorgeknipt, verraadt hij zijn locatie. En dat terwijl Giel wel heel dichtbij is. Er gaat tactische werk. Ze zijn op drie verschillende plekken. Holy shit! Ik werd onder vuur genomen, gek. Ik heb Giel bijna neergeschoten. Ik heb de rode kluis uitgeschakeld. Ik ren nu het terrein af. Geef je over! Backup. Kom op. We moeten deze zaal clear houden. To, wij zijn de hele tijd met z'n tweeën. Ja. Dat moeten we niet doen. Nou, met mijn eentje ga ik het niet opnemen tegen Rico Verhoeven, hè, vriend? Stefan van Giel en Thomas, kan iemand bij het wapen gaan checken? Ze mogen geen wapen bemachtigen, dan worden ze nog sterker. Over. To, ga jij naar het wapen? Oké. Ik ga een rondje lopen, Rode kluis is check. Hij is niet open geweest. Over. Een van de plannen is om kijken of we iemand kunnen overmeesteren. En dan misschien te gijzelen.
De overvallers gaan naar de Rode Kluis om Team Stuk daar in de val te lokken. En omdat Team Stuk nu geen zicht meer heeft op de Rode Kluis, besluit Joseph de allereerste kluis van het seizoen te openen, zonder dat ze weten in welke kluis het goud zich bevindt. Kok, kok, kok. Fuck, hij is leeg, boys, hij is leeg. Jongens, ik hoor wat hier bij de foyer. Alle kluizen zijn voorzien van een alarm dat bij het openen wordt geactiveerd. Eén iemand weg, één iemand weg. Oké, ik ga pleiten. Schiet hem, boys, schiet hem. Staan blijven, nu! Staan blijven! Jongens, ik zie een verdachte het pand verlaten vanuit de foyer. Over. Stefan, Vergiel en Thomas, het alarm gaat af. Geen beeld op rood, dat betekent dat rood is geopend nu. Oh, wat kut. Ik ben bij de Rode Kluis, ik ben bij de Rode Kluis. Rode Kluis is dicht, over. Welke kluis is het dan? Ik sta achter een gordijn, Rico staat achter een gordijn. Op een gegeven moment komt Giel. Giel van Toe, ik heb versterking nodig, nu. Over. Ja, on my way. Ik denk dat hier namelijk iemand zit, over. Hij kijkt. Ik zeg, kom, kom, kom. Nee, kom. Toe. Ja. Nee, Toe. Waar zitten ze? Hier. Ik ben af, jongens. Hij is neer. Timur, geef je over, jongen. Pak Giel vast, kan op zijn lichaam gebruiken om als menselijk schild. Thomas schieten, pak die gun af en ren weg. Toe, je zit op een fucking vreemd schieten, paupen. Giel is geraakt en mag nu 10 minuten niet meedoen aan het spel. Dit moet hij uitzitten in de controlekamer. Ook kost dit Team Stuk 1 leven. Ieder team heeft 2 extra levens. Wanneer een team geen extra levens meer heeft en iemand dan geraakt wordt, betekent het dat diegene definitief niet meer mag deelnemen aan het spel. Joseph en Rico maken slim gebruik van deze situatie. De camera bij kluis blauw is uit. Ik herhaal, de camera bij kluis blauw is uit. Ik zag een verdachte naar binnen gaan. Het kan ook afleiding zijn, hè? Ik heb hier ook iemand bij rood zitten. Afleiding? Check. En ook duidelijk dat deze kluis geen goud bevat. Er gaat een alarm af ergens. Er gaat een alarm af. Ja! Rico! The fuck is Rico? Rico! Rico! Waar ben je dan? Kluis rood is check. Ik weet niet waar Rico is gebleven, over. Goed werk, boys. Goed werk. Ik ben bij de kaart. Luister. Fuck. Boys. Ik ben bij de kaart. Bij de geheime kaart kan Rico de eerder gehackte cijfercode invoeren. Om te ontdekken waar het goud ligt. De kluis is... De witte kluis. De witte kluis, boys. Goud ligt in de witte kluis. Dus ik denk, godverdamme. Dat is gewoon letterlijk achter de controlekamer van Team Stuk. Dat is de meest lastige kluis om goud te gaan stelen. Ik sta nu buiten of ze kijken of ze naar buiten komen. Zeg maar lastig. Boys, ik ben een grote zaal. Grote zaal binnen ben ik. Ik ga tablet antwoord invoeren nu. Antwoord is goed. Door de actie van Rico zijn alle camerabeelden geloopt. De overvallers weten waar het goud ligt. En dus is het tijd voor actie. Let's go. Showtime. Okay, boys. Showtime. Showtime. Wat gaan we doen? Let's fucking get it. Kijk ze boven. Ze zijn met z'n tweeën. Hun zijn met z'n tweeën, wij zijn met z'n drieën. Stefan, Thomas, 2. 3 verdachten bij de hoofdingang, bij de tablet. Versterking nodig bij de hoofdingang, over. Oké, ik ben onderweg. T, wij pakken hem. Hij moet van 2 kanten komen. Kom. Yo, better. Daar zijn ze. Beneden. Joseph, hier beneden. Blijf staan. Hey, Joseph! Hey! Moet je niet willen, bro, van 2 kanten. Joseph, ik tel tot 3 gauw, ja? Yo. 3, 2, go! Stefan, je moet via de achterkant. Ik heb ze allebei bezig. Schiet ze in zijn rug. Naar boven, laat hem gaan. Nou, maar je komt er... Zie ik Thomas in het midden staan. Ik denk, nou heb ik hem. Ik hou mijn schot links, rechts. Kijk ik achter me. Ja. Sorry team, dit kost me een leventje. Joseph is geraakt door Stefan en mag nu 10 minuten niet deelnemen aan het spel. Dit moet hij uitzitten buiten het terrein. En ook dit kost de overvallers een leven. Eentje is af, over. Lekker gewerkt, Stefan. Timur is erboven.
Ja, en Timor is niet de enige, Thomas. Giel, die is al af natuurlijk. Dus ik zie hem zitten. Ik wil eigenlijk niet dat jij weer terug in het spel komt. Ik ben uit het spel. Nou, maar je komt het niet meer terug in het spel. Jawel, dat is wel waar. Nee. Wat is dit nou? Help! Help! Auw! Jongens, help! Auw! Auw! Auw, jongens! Leg me mijn gun op de grond. Ik ben Giel aan het vastbinden. Die pakt mijn gun half op. Hè. Gooit hem over de rand. Hier ligt het wapen van Rico. Heeft hij geen wapen meer? Hier, pak hem. Ja, ik heb hem op de grond gegooid. Rennen! Hij gaat hem helpen. Pak hem. Hij ligt hier. Goed zo, let op. Rico komt eraan. Ik heb het wapen van Giel. Van Giel? Ik ga cryptoruimte checken. Kijk uit. Rico is gewapend, toch? Nee, ik heb hier een wapen. Rico weet dat het goud binnen handbereik is. De witte kluis bevindt zich vlak achter de controlekamer van Team Stuk. Giel, Thomas en Stefan weten niet dat het goud daar ligt. En dus is dit het perfecte moment om de kluis helemaal leeg te roven. Ik ren met een tas vol met goud naar buiten. Die tas is me een bak zwaar. De kluis open. Hé, hey, kut! Giel, is Rico hier? Nee, die is weggegaan! Ik weet niet hoeveel ik erbij had, maar ik had een stuk of 15 of 20 had ik erin zitten. Rico, blijf staan, jongen! Waarom ren je nou weg? Thomas in mijn nek. Nou, ik val haast van de trap af. Goud valt uit mijn tas. Rico! Hé, wat doe je? Af! Word ik nog in mijn nek geschoten, dus ik ben af. Dus ik loop met het goud nog op mijn rug. Alleen die tas moest ik dus snel aan de kant gooien. Ook Rico is geraakt en moet 10 minuten het spel verlaten. Dit kost de overvallers hun laatste leven. Als een van hen nu wordt geraakt, ligt diegene definitief uit het spel. Ik zie in één keer jou naar buiten rennen met die tas met 80 kilo in je nek gepopt. Die tas was heb je hem gedumpt? Heb je hem gedumpt? Ja, hij ligt daar. Oh shit, die ligt allemaal goud! Waar komt de fuck komt dit vandaan? Maat, het ligt hier helemaal vol met goud. Ja. De hele trap ligt vol met goud. Ja, ik heb Rico afgeschoten, die ging met goud vandoor. Welke, dus dan is het kluis wit of geel? Ja, of rood. Ik snap er helemaal niks van. Op een gegeven moment hoor ik Rico dood. Joseph dood. Rico zegt, bro, ik heb die goud in die bosjes gegooid. Ga het halen, T. Ik ren naar buiten. Ik zoek in die bosjes. Pak die rugzak die fucking zwaar is. Oh, jezus, jongen. Ik heb hem. Oh, kut. Tering, jongen. Gas. Kerel. Yo, je hebt ook nog losse. Hoeveel hebben we? Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 goudstaven. Ja, we moeten minimaal 25 hebben om te winnen. Dus we moeten die crypto pakken. Let's go. Klopt, Joseph, want met een waarde van 15 goudstaven is de cryptocoin genoeg voor de overwinning. Giel mag weer meedoen aan het spel. En nu Team Stuk weer helemaal compleet is, gaan ze direct op zoek naar de gekraakte kluis. Ja, hij is open geweest, kijk maar. Hoe weet je dat? Ja, deze hij is open. Keertje. Hij is open nog. Ja! Ja! Lekker! Oh, kut. Kippen gaat nu. Maar er is, hoeveel is eruit? Hoeveel is eruit? Hoeveel nou, hebben ze nog? Er is niet genoeg waarschijnlijk. We weten nu gewoon welk kluis het is. Dat is echt top. Oh, kijk, ze hebben de camera's goed. Camera's zijn geloopt. Dit is net gebeurd. Dus dan hoeven we echt niet meer naar de controlekamer. Nee. Ook Rico en Joseph mogen weer meedoen aan het spel. De overvallers betreden opnieuw de bank. Je ziet ze ons wel, hè? We zijn nu eigenlijk. Nee, maar we kunnen binnen een beetje verspreiden, maar we pakken deze ingang, ja? Steve, wij pakken de lift naar boven. Oké, ik houd hier in de gaten. Wij pakken de lift naar boven naar de kluis. Go. Wij moeten proberen het goud af te slaan. Giel en Stefan bewaken met man en macht de witte kluis. De overvallers verspreiden zich in alle stilte over het terrein. Er zit hier eentje bij het theater. Op een gegeven moment zie ik Thomas in de lobby en ik denk, ik ga hem opwachten. Joe. Ik zie een plantenbak. Ik denk, dat ding staat op wielen. Ik ga dit ding meenemen voor een echte Western shootout. Wat ga je nu doen, bro? Wat ga je in mijn struikje schieten? Oh, hij is weg! Bro, deze tuin gaat met mij mee overal naartoe. Ik heb groene vingers, bro. Thomas, die denkt, hey, ik ga ook een plantenbak pakken. Ja, wel kijken, wel op blijven letten.
kom ik boven bij een trapje helemaal tactisch. En ik kijk het hoekje om. Zie ik ineens een platte bak opzij gaan. Is het Joseph met Thomas? Dus ik denk na. Ik denk, oké, ik kan misschien weer terug omlaag gaan. En misschien kom ik dan aan de achterkant uit van Thomas. En dan schiet ik hem gewoon in zijn rug. Het is voor mij helemaal geen kogels meer. Ik speel het spelletje al wat langer, hè? Vier bullets. Ik heb vier bullets. Ik kom omhoog en ik zie Thomas, maar hij ziet mij ook. Oh shit. Doordat Thomas is geraakt door Timor, mag hij 10 minuten niet deelnemen aan het spel. Team Stuk zit nu dus ook zonder extra levens. Dus ook voor hen geldt dat als iemand nu wordt geraakt, diegene definitief uit het spel ligt. Pak ze wapen! Hé, hey, daarboven. Ze zijn helemaal boven. Daar zijn ze. Volgens mij zijn jullie bang, boys. Nee, helemaal niet. Jullie moeten hier zijn, wij niet daar. Kom maar, Rico Verhoeven. Rico is beneden. Hij maakt lawaai. Terwijl zij bezig zijn met Rico en Joseph, ren ik de trap op. Iemand is hier doorrechts, Giel. Steve, ga jij naar de witte kluis? Samen. Let's go. Samen. Ja, maar luister, Rico is daar. Boeit me niet. Samen. Anders worden allebei afgeschoten. Boys rennen de andere kant op. En ik denk, dit is het moment. Giel en Stefan wijken niet van elkaars zijde, waardoor Timor vrij spel heeft. Gooi die USB-stick erin. Dus ik ga weer naar buiten kijken. Ik ben super bang dat ik geschoten ga worden. Tijd is om. Transfer completed. Ik pak dat ding, alarm gaat af en ik begin te rennen. Cryptokamer. Dus dit moet de cryptokamer zijn. Steve, nee. Nee, die witte kluis. Die witte kluis is het allerbelangrijkste. Wat gaan we nou doen? Door de chaos bij Giel en Stefan kan Timor zijn exit maken. En wanneer de boys dan toch besluiten om de cryptokamer te checken. Is weg. Oh. Buiten is binnen. Crypto, 15 goud. Let's go. We hebben eigenlijk genoeg goud. We hebben de crypto. We gaan nu proberen om die witte kluis leeg te roven. Thomas, zijn 10 minuten zitten erop. En dus mag hij weer meedoen aan het spel. Omdat de overvallers naar de witte kluis moeten om hun buit te maximaliseren, kiest Team Stuk ervoor om zich in te graven. De overvallers zetten hun laatste aanval in. Maar wanneer ze zich realiseren dat Team Stuk bij de witte kluis zit, gedragen ze zich net iets te ontspannen. Ik zie in één keer een koffieapparaat. Niemand te bekennen. Gewoon niemand. Ik denk, fuck it, ik ga gewoon een bakkie maken. Iemand koffie, boys. Dat hoor ik. Hey, Jozef! Hallo, kom hier! Boys. Jozef! Ik heb geen pistool, hè? Kom maar! Hoppa! Je staat op de school! Hoppa! Kom maar! Hoppa! Timor heeft Stefan geraakt. En omdat Team Stuk zonder extra levens zit, is het voor Stefan game over. Jozef zit in de control room. Zit je nou koffie te drinken? Ja! Fuck, mijn koffie is alle kanten op, bro. Tering! In mijn rug! In mijn rug! Ik lig eruit. Ik ben nog nooit zo hard afgeschoten. Holy shit. Thomas en Stefan zijn uit het spel. Dus alleen Giel is nog in het spel. Maar die weet dat het goud in de witte kluis zit. Boys, ik ben buiten. De buiten is veilig. Juist, Joseph. Want om te winnen moet minimaal één van de overvallers in leven blijven. Rico, I'm gonna take this one for the team. Ik gebruik mij als menselijke schild. Ik ga naar binnen. Ik schiet wat ik kan op Giel. En jij pakt die goudstaven. Heb je kogels? Ja. Ga je hem poppen? Ja. Sacrifice, ik ben gelevend. Waar is die? Achter dat ding. Dat gaat niet! Dus Timor naar binnen. Giel schiet mij helemaal lek. Niemand, vriend! Niemand! Ze hadden het hele team binnen de tijd uitgespeeld. Giel en Timor zijn geraakt en daarmee definitief uitgeschakeld. En Rico gaat voor het goud. Maar net dat die kluis open gaat, game over. Tijd is op. Kom nu naar buiten, we hebben alles. We hebben 14 goudstaven, we hebben de crypto. Deze dag kan voor mij niet meer stuk. We hebben gewonnen, guys. We hebben gewonnen. Go shoot! You took one for the team, bro. We did that. Amen. Yes, gewonnen. Ja, we gaan voor niets minder dan dat natuurlijk.
En ik denk dat wij wel een behoorlijk druk hebben gelegd voor alle andere mensen die mee gaan doen. Hoeveel hadden ze dan, weet je dat? Nee, hè? Ik heb geen idee, ik heb alleen maar gehoord, we hebben echt verloren. Maar wel ook de crypto USB-stick hebben ze ook, hè? Ja. En we hebben nog bullets over. Heb ik ook bullets over? Yo, ik heb er letterlijk nog één. Ik ook. Giel, wij hebben verloren, maar ja, het is wel een beetje Stefans schuld. Oh, jouw schuld. Nu dit doen? Ja, het is jouw schuld. We hebben gewoon verloren. Nee, je kan niet altijd 6 gooien, man. Nou ja, goed. Wil jij nou thuis wel winnen? Ga dan naar stuk.tv/dekluis en kraak de blokskluis met de cijfercode van deze aflevering. Ja, en daarmee maak jij dus kans op de hoofdprijs van maar liefst 25.000 euro aan bitcoin. Hè? En je maakt ook nog eens kans op de weekprijs van 100 euro aan bitcoin. Rico, Jozef en Timor trappen dit seizoen af met een ruime overwinning. Zij wisten 14 goudstaven en de cryptocoin te bemachtigen. Wat een totaalscore van 29 goudstaven maakt. Volgende week maakt een nieuw team van overvallers zich op om deze score te verslaan. Oh, hij is open! Hij is open! Hij is open! Hij is open! Naar beneden! Ik heb die bon gestapt. De kluis werd mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks.